Goedendag, welkom bij Studio Stichtse Vecht. Vanavond praat ik met Kees Belaerts van Blokland, oftewel Kees. Welkom, eigenaar van Buitenplaats Vredenhorst. Maar niet alleen eigenaar, ook tuinman, onderhoudsman, hovenier, eigenlijk alles. Manetje van alles. Manetje van alles. Ja. Neem ons eens mee naar die buitenplaats, wat is er leuk aan? Ja, wat is er niet leuk aan? Het is, wat leuk is, is dat je op één plek geschiedenis, natuur, cultuur, alles met elkaar kan verenigen. Dat is zo leuk. Dat komt allemaal bij elkaar op zo'n buitenplaats. En mooie verhalen komen daar uit voort. Er zijn allerlei leuke planten die er groeien. Je hebt daar allerlei vruchten die er groeien. Dat is geweldig. Ja. Stamt het 1650? Ongeveer. Het is al veel ouder, maar wat je nu ziet is ongeveer 1650. Wat was de functie van zo'n buitenplaats? Ja, je hebt een ontwikkeling in die buitenplaatsen. De allereerste rijk geworden kooplui, hè, dat is het verhaal, die gaan naar buiten en die investeren in land en boerderijen die daar zijn. Mm. Daar gaan ze regelmatig naartoe en dan merk je dat dat goed toeven is. Zeker in de zomerperiode. Dus wat doen ze dan? Dan gaan ze gewoon, dan zeggen ze tegen die boer van, joh, je gaat nu maar even in de stal slapen, wij gaan in dat voorhuis wonen. En dat bevalt ze dan. Nou, die ontwikkeling zet zich dan door. En dan krijg je de eerste type buitenplaatsen. Dat zijn dus asymmetrische buitenplaatsen met een kelder eronder. Ja. Daar zijn er heel weinig van overgebleven. Vredenhorst is er gelukkig één van. En als die ontwikkeling daar overigens verder gaat, dan zie je dat er souterrains onderkomen. En dan worden ze helemaal symmetrisch. Ja. Maar wij zijn dus een heel oud buitenplaatsje. Ja. Maar niet alleen oud, ook nieuw. Want je hebt in 2000 heb je nog een stuk van 7 hectare grond erbij gekocht. Om met name die te ontwikkelen met als oog de natuur. Ja, buitenplaatsen zijn een soort van, ik vergelijk het wel eens met levende organismen. Ze ademen, ze worden dikker, ze worden dunner. Yeah. He, dus het verschuift een beetje. En wat je bij heel veel buitenplaatsen ziet, is dat in die 19e eeuw dat alsmaar kleiner wordt. Dat is bij het Vredenhorst ook gebeurd. En soms zie je dat weer omdraait. Nou, dat is in mijn geval dat je er weer een stuk bij hebt kunnen kopen. Het ene gedeelte hoorde er altijd bij vroeger. Het andere gedeelte heeft er niet bij gehoord. En dan moet je zorgen dat je dat weer op een buitenplaatswaardige manier ontwikkelt. Ja. En wat is een buitenplaatswaardige manier? Nou, daar ga je kijken van hoe is die ontwikkeling van buitenplaatsen geweest. Dat zijn weerspiegelingen van het tijdsbeeld waar men de mensheid op dat moment mee bezig was. Even in grote stappen, de Franse tuin, de overheersing van de natuur. Wij beheersen alles, wij kunnen alles. Hè? En daarna zie je een tegenbeweging van dat het allemaal natuurlijker moet. Jean-Jacques Rousseau, dat soort dingen. Dan krijg je dus de Engelse landschapstijl. Dus een soort van idealistisch landschap makend. Dan wordt het al een stuk natuurlijker. Nou, dat is een hele andere beweging. En wij zijn als samenleving behoorlijk met natuurontwikkeling bezig. Hè? We zijn alle bezig om allerlei weilanden weer om te toveren in prachtige natuurgebieden. Nou, dat is wat ik dus ook gedaan heb. Nee. En daar hebben we een mooi ontwerp voor gemaakt. En wat dus allemaal leuke dingetjes erin heeft. Maar met bloemrijk grasland, met een soortenrijk bos. Met inlandse bomen. Ik heb er stiekem natuurlijk ook nog een paar coniferen in gezet. Want zo'n dwarsarsus ben ik dan ook wel weer. Dat moet. Maar veel met voedseldingen erin. Dus eikels en hazelnoten. En nou, noem maar op. Ja. Al die producten, hè? Ook appels. Ja. Dat doe je ook wat mee. Hè? Noten, ja. Appels, ik heb 110 fruitbomen geplant. Appelbomen. En daar komen natuurlijk na verloop van tijd appels aan. En dan is het wel heel leuk om daar niet te laten vallen, dat is het dan. Dus met hulp van de vrijwilligersgroep Werk aan de Vecht plukken we die. En dan worden ze hier in Breukelen geperst tot een appelsap. En werkelijk een heerlijke appelsap, omdat ik vrij veel zoete appelrassen heb. En die verkoop ik weer bij de dagwinkel bij ons in Vreeland. Kijk. En in Nichtenvecht en in het logement aan de Vecht. Ja. En nou ja, zo heb je een aantal van die afzetmogelijkheden. En dat is gewoon ontzettend leuk. En dan af en toe door die verkoop heb je ook af en toe kleine geluksmomenten, hè, die net al. Ik lever regelmatig dus de appelsap in Vreeland af. En dat is natuurlijk je eigen dorp. Hè. En dan komt er zo'n moeder naar je toe en die zegt van, ja, oh lekker die appelsap. Mijn kinderen worden groot op uw appelsap. Ja. Nou, dan heb je eerst mijn dag weer goed. Ja. Dat is gewoon heel erg leuk.
Maar ook andere mensen die gewoon langskomen. Ik heb kweeperen, ik heb mispels. Allemaal andere vreemde vruchten die leuk zijn. Ik heb een vrij uitgebreide citruscollectie. Dus we hebben ook eens een keertje zelf sucade gemaakt. Dus niet sucadelappen van de slager, maar de sucade van de citrusvruchten. Nou, dat is gewoon hartstikke leuk om dat soort dingen mee bezig te zijn. Hoe kom je aan al die wijsheid? Ja, ik ben hovenier van beroep en ik ben ontzettend nieuwsgierig. Ik wil altijd weten, hoe zit het in elkaar? Waar komt het vandaan? Hoe kan je dat, als ik iemand aan het werk zie op een manier waarvan die ik niet ken, ga ik altijd even staan kijken. En het is gewoon heel leuk om dus je vak en je interesse en je eigen thuissituatie het allemaal te kunnen combineren. Ja. Dat is fantastisch. Je ouders hebben deze buitenplaats gekocht. Ja. Je bent er zelf geboren en getogen. Ja. Nou, je zegt, joh, ik heb eigenlijk elk hoekje wel gezien of elk ding al in mijn handen gehad. Hoe trots ben je? Apentrots. Ja, het is gewoon, ik vind het leuk, ik vind het enig om met mijn leefomgeving bezig te zijn, want het is wel een huis waarin geleefd wordt. Mm. En ik vind dat leuk om dat ook te laten zien aan mensen. Mm. Van kijk, dit is een buitenplaats en dit zijn alle onderdelen die horen bij een buitenplaats. Mm. Vaak krijg je alleen een rondleiding door het huis. Of een rondleiding door de tuin. Ja. Of dan gaat het alleen over de geschiedenis. Want als je de rondleiding hebt, mensen kunnen bij jou zich aanmelden of langskomen gewoon voor een rondleiding, doorgaans gratis. Wat vertel je de mensen? Wat geef je ze mee? Alles. Ze moeten me altijd remmen. Want anders dan vertel ik maar door, want ik vind het zo leuk om te vertellen. Maar ik laat een stukje, ik vertel wat geschiedenis van het huis. Ik vertel wat over de bouw van het huis. Hè, dat er linkse pannen op liggen op het dak en geen rechtse. Wat dat betekent. Ik vertel, laat ze de gang zien met mijn familieportretten waar ik dan wat over vertel. En niet saai van die is geboren zo laat en dan gestorven. Nee, de leuke, wat leukere verhalen die ook een beetje tastbaar zijn in de streek. Wat vertel je over Kees? dat hij vooral heel veel aan het werk is. Ja. Nee, dat hoef ik niet te vertellen. Dat zeggen mensen wel zelf al. Mm-hmm. Want dat is het leuke. Doordat je het ook dit zo doet, krijg je ook veel draagvlak in de samenleving. En dat uit zich altijd weer in positiviteit. Een bekende vredelander eigenlijk ook? Nou, dat weet ik niet. Een beetje. Want ik ben ook groot geworden in de zin van dat je een verantwoording ten opzichte van je leefomgeving hebt. En dat betekent niet alleen dat die buitenplaats, maar dat betekent ook Vreeland. Ja. Hey, tenslotte, je noemde het al, je doet veel met vrijwilligers. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je zo af en toe mensen tekort komt, handen tekort komt. Wij komen altijd handen tekort, want er zijn nog zoveel dingen die ik graag zou willen. En er was ooit een moestuin bij, daar hebben we elk jaar beginnen we weer enthousiast met het ontginnen, want dat is echt ontginnen. Elk jaar zijn we tegen deze tijd alweer gestrand omdat we te druk zijn op andere fronten. Dus ik zou dat heel graag willen. Dus als mensen dat heel leuk zouden vinden om daar een bijdrage aan te leveren, zijn ze van harte welkom op alle gebied. Ja. Want het is juist zo leuk. Als aanmelden via de website? Aanmelden via de website, info@vredenhorst.nl. Dan kan dat. En dan doen we gewoon ontzettend leuke dingen en vooral ook gezellige dingen met z'n allen. Ja. Het is mijn vak. Dus ook begeleiding van vrijwilligers is mijn vak op dit gebied, op erfgroen, erfgoedgebied. Dus ik durf te zeggen van kom maar op met je vragen, dat is enig. En er is zo vast ook een vraag die ik niet weet, nou die gaan we opzoeken. Ja. Hey, wat ook enig is, Kees, de zomer komt eraan. Dat is eigenlijk het hoogtepunt van het hele jaar wat mij betreft, denk ik. Ja. Ben je er een beetje klaar voor? Ja, dat is het moeilijke van een tuin. Waarin verschilt in één woord een tuinbaas van een hovenier? In één woord? Dat is puur timing. Timing. Kijk. Als je timing goed is, dan ben je er klaar voor. Mag ik je heel hartelijk danken voor jouw perfecte timing. Nou, dank. Voor enthousiasme. Ja. Wilt u nou meer informatie, dan kunt u natuurlijk vinden op www.vredenhorst.nl. Vredenhorst is met 3 E's. En natuurlijk op onze eigen website www.rtvstichtsevecht.nl. En ik zou zeggen, ga zeker een keer bij Kees kijken, want echt waar, het is fantastisch. Dankjewel voor jullie aandacht en tot ziens in Vredenhorst.